zou zeggen, welkom aan boord. Dan is het ook minder koud, denk ik. Ik heb bij de marine gevaren, daarvoor ook in mijn jeugd veel gevaren, gezeild. En op de Antillen, waar wij 20 jaar gewoond hebben ook. En toen terugkwamen, toen wilde ik eigenlijk het liefst op een boot wonen. We woonden aan de Vecht en daar kwam zo'n ding, lag daar eventjes bij ons in de buurt. Dus toen zijn we gaan kijken, ja. Ik zeg, nou ja, dat is een goed compromis voor mij. Dan woon ik toch op het water, wat ik graag wil. Want ik heb er nooit aan gedacht om er een te gaan kopen, zomaar. Want wij hebben zo onze eigen ideeën over hoe we dingen willen dan. Dat het mooiste is als je het zelf kan ontwerpen. Want dan is het ook precies volgens je eigen ideeën. En dat hebben we dus gedaan. En alle anderen die ik ken, die zijn voor de verhuur. Die zijn niet om op te wonen. Dus die kwaliteit is anders, merk je. Bovendien is deze een stuk groter dan die voor de verhuur. Want dit is binnen 50 vierkante meter. En die zijn iets van 30, 35 vierkante meter. Dus dat scheelt nogal. En als je erop woont, is het anders dan even op vakantie zijn. En alles is redelijk ruim gemaakt, waardoor je geen kruip door sluip door hebt zoals in een normale boot. Hier naartoe komt, hebben we de badkamer. En deze badkamer is groter dan in ons vorige huis. En dat hebben we ook bewust zo gedaan. We zijn met z'n tweeën. Hoeveel ruimte heb je nodig in een woon- en slaapkamer? Genoeg hebben we. Dus dit bleef over. Hier hebben we nog een wasmachine. We hebben hier een grote inloopdouche. Hier een heel stemmige, fraaie slaapkamer vinden we zelf. En je ziet enorme kastruimte links en rechts. Bovendien hebben we hier ook nog een luik. En het bed kan makkelijk omhoog. En kan je een heleboel in kwijt. Vooral omdat we ook verhuren, hebben we natuurlijk spullen voor de gasten die dan op het bed gaan. Dus dat is eigenlijk heel veel ruimte. Leuk om even buiten te kijken, denk ik, hier. En kijk, en zo makkelijk is het. Dit zijn de Torquido 2x10 kW. Dat komt neer op 45 pk. Dat is zat. Het is een Tesla op het water. Je hebt vermogen wanneer je het nodig hebt, heb je het ook. Het moest wel kunnen varen natuurlijk. En we hebben drie drijvers. En die hebben een rompvorm. Het is niet ideaal natuurlijk, maar het blijft een compromis. En ik kan 10 km per uur varen als ik wil, maar dan zijn mijn batterijen, hè, want dit is een volkomen duurzame boot. Ik heb 4 Victron batterijen en die geven enorm veel power, maar als je full power geeft, dan is de batterij in een uur leeg. Terwijl als ik 5 km per uur vaar, wat de helft is, hè, prima snelheid voor dit, dan kan ik de hele dag varen in de zomer. Ander aspect van dit varen trouwens, is dat je zoveel kosten bespaart. Want ten eerste heb je geen gaswaterlicht over het algemeen. Alleen in de winter heb je wel een beetje walstroom nodig. Dan zijn de zonnepanelen niet voldoende. Maar je hebt ook geen WOZ en dergelijke. Je hebt geen belastingen. Dus wij besparen iets van 15.000 euro per jaar. En denk je, god, ik kan op de mooiste manier leven die er is. En het is veel goedkoper. En vooral in deze tijd. Al die energiekosten gaan omhoog. Die hebben we niet. Nou, sinds anderhalf jaar zitten we nu op de boot. En daarvoor hebben we ook wel in de natuur gewoond. Alleen dit is heel anders. We hebben in een pracht chalet gewoond. Wat niet een vakantiepark was, maar echt een woongedeelte. Nou, dat was een prachtplekje, ook aan het water. Maar op het water geeft zoveel meer vrijheid. Want als je op een bepaald moment zegt, het is niet zo, het wordt een beetje druk hier, of het is toch niet zo leuk als dat we dachten. Nou, je tuft weer weg en je zoekt een ander plekje. En dat geeft enorm veel vrijheid. Ja, en op het water is sowieso het zengevoel, zeg maar. Mm-hmm. Je komt helemaal tot rust door het water. En het maakt niet uit of het ruw water is of kalm water. Misschien juist ook die variatie maakt het zo leuk. Plus de natuur, inderdaad. En je beleeft de natuur ook heel intens. Want je ziet prachtige zonsopgang, zonsondergang. Je ziet de zwanen voorbij komen vliegen of zwemmen. Het is gewoon prachtig. En wij steken maar 40 centimeter, dus wij kunnen overal komen. Het is een beetje een zigeunerleven. Maar zo hebben we ons altijd gevoeld. We zijn nomaden. Want we hebben ook nooit lang ergens gewoond, want dan ging het weer saai worden. Ja, we liggen nu hier in Zeewolde, maar zoals je zegt, we zijn nomaden. Dus we kiezen wanneer we willen, gaan we weer weg. En we zijn nu van plan om naar Warmond te gaan. En daar hebben we iets geregeld met iemand met een jachthaven. Maar dan liggen we op een eilandje op de Kaag. Dat is prachtig. Ook weer midden in de natuur. Ook weer midden in de natuur, ja. Prachtige plek. En ik weet niet hoe lang we daar gaan liggen. Dat zien we wel. Wij verkopen de boot voor de werf die ze bouwt.
En dat, we merken dat daar heel veel interesse voor is, omdat je natuurlijk heel duurzaam bent. En dat je, nou ja, en als je dit soort leven ambieert, dan kan het dus nu. Omdat er vaak mensen voor het raam staan en zeggen, jeetje, hier zou ik ook wel eens een keertje op willen logeren. En dan zeg ik, nou, dat kan. He, dan huur je hem voor een weekend of een weekje, whatever. Via Airbnb kan je hem dan boeken. Nou, en dan kleed ik het gezellig aan. Ik zet een lekker wijntje neer en wat lekkers. En je kan gewoon lekker logeren. Mensen die van water houden zijn toch wel hele bijzondere mensen. Ja. Hebben allemaal een mooi verhaal, levensverhaal. Ons verhaal is heel verschillend, want wij zijn nu 20 jaar bij elkaar. Maar daarvoor hebben we ons eigen leven gehad natuurlijk. Maar ik zat bij de marine, heb daar gevlogen op de links, op de helikopters. En toen ben ik naar de Antillen gegaan, naar Curaçao. Waar ik geboren ben, op Aruba. Dus ik wilde eigenlijk terug naar huis en ben naar een helikopterbedrijf gestart. En daar kwam ik haar tegen en zij had een spa wellness center. En zeg, het meest populaire op Curaçao. Dat was, deed ze heel leuk. En dat, ja, toen zijn we samen verder gegaan. En op een gegeven moment zijn we teruggegaan naar Nederland. En toen zijn we in de filmwereld terechtgekomen. Met drones. We waren pioniers in drones. En toen zaten we aan de vecht en toen kwam dit verhaal eigenlijk. Dus, nou, dit is een dure boot, om het zo maar te zeggen. Want wij hebben echt, dit is echt een smart boot en een duurzame boot. Dat duurzame gedeelte is in het begin natuurlijk best een prijsje. Ik denk dat ik alles bij elkaar, we hebben het over batterijen, zonnepanelen, motoren. We hebben elektrische motoren, buitenboormotoren, de hekken, boegschroeven en de hele installatie van Victron die we hebben. Dat komt ongeveer op 60.000 euro. Maar we hebben al uitgerekend, in 5 jaar hebben we dat terug. Zo groot als die is, et cetera, zo robuust als die is, zit je ongeveer aan de 3 ton. Maar je kan zeggen wel dat het tussen de 180 en 3 ton zit, afhankelijk van wat je wil, aan maat ook natuurlijk. Wil je hem kleiner, dan wordt hij goedkoper, et cetera, et cetera. Dus je zit ongeveer tussen 180 en 3 ton. Exclusief BTW. Exclusief BTW. Uiteindelijk komen we veel goedkoper uit dan in een huis wonen. En wat kost een huis aan het water? Ja. Dan ben je ook een miljoen kwijt waarschijnlijk. Op het water. Ja. Je zit op het water voor 3 ton. Je anticipeert iets meer op dingen dan als je in een huis woont. Maar een huis is zo beperkt, vinden wij. Die kan je niet weghalen. Dat is eigenlijk wat ons probleem was. En als je verhuist, moet je inpakken. Moet je inpakken. Dat hoeven wij ook niet meer te doen. En het is ook niet een leven wat iedereen aanstaat. Nee. Je moet ten eerste van water houden. En je moet flexibel kunnen zijn. En niet alles in control willen hebben, want het gaat nooit zoals je denkt dat het zou gaan. En dat is juist leuk. Ja. Je ontmoet de meest leuke mensen. Ik heb in die anderhalf jaar, want ik heb helemaal geen vaarervaring, maar ik heb zoveel geleerd in dat anderhalf jaar. En ik leer elke dag weer bij. Al is het met aanleggen in plaats van een enkele knoop, een dubbele knoop, you name it. Het is gewoon, ja, ik vind het ontzettend leerzaam ook. Wij vertegenwoordigen ook de werf. En veel mensen vragen natuurlijk, ja, maar hoe lang duurt het dan? Want het is toch wel een boot, zeg. Het mag wel tijd kosten waarschijnlijk. Nou, het kost 3 maanden. Zo maar 3 maanden zo'n boot. En ik moet zeggen, dat vind ik heel snel. Dat doen ze met 5 man. En niet het enige dat ze, want de meesten die dit soort boten bouwen, die hebben daar een formule voor. En dan mag je ook niet zeggen, ja, maar ik wil dit zo hebben of dat. Dus customizen. En hij doet het helemaal op customizen. Niet alles kan, maar de indeling vooral is natuurlijk heel belangrijk voor veel mensen. Ik wil een extra slaapkamertje voor mijn 2 kinderen met een stapelbed bijvoorbeeld. Of ik wil de keuken anders, ik wil het toilet veel kleiner. Wij hebben een hele grote badkamer. Dan zeiden we, ja, we willen gewoon alles ruim hebben. Maar je kan het krijgen zoals je het hebben wil. En in 3 maanden. En wij begeleiden de mensen dan ook. Omdat wij er nu best wel weten van de hoed en de rand. Hoe deze boten gebouwd worden. En dan gaan we met de mensen naar de werf toe. Bespreken we hoe het kan en niet. En we helpen die mensen dan ook met wat ideeën. En we gaan met ze varen natuurlijk. Dus en je geeft ook nog vaarles. Ja, en achteraf. Het is wel een aparte manier van varen. Ja. Dat is niet iets wat je zomaar doet, ook al kan je goed varen. Nee, dan krijgen ze gewoon vaarles. En dan geef jij vaarles. Ja, want het is een dingetje toch wel. Je moet het even doorhebben. Windstil weer, zei ik al. Of tot 5 knopen maakt het niet uit. Maar daarboven moet je weten wat je doet, als je aanlegt. Varen is geen probleem. Als je recht op en door moet, geen probleem. Maar het aanleggen met de wind, maar iedereen die vaart, die weet dat. Dit leven op deze manier is zo afwisselend en zo mooi en zo rustig ook. Het is vandaag wel een mooie dag, hè?
hele mooie dag.